Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as they here to stay. Oh, I believe in yesterday. Ze zeiden, iedereen kan zingen. Jij kan ook zingen, dus iedereen moet meedoen. En er waren 40 mensen al enkele weken bezig met nummers in te studeren. En dan moest ik daarbij aansluiten. En ik zing mee. En die mensen wisten echt niet meer hoe het lied ging. En ze wisten waar de tekst kwijt, ze waren de melodie kwijt. Dus ja, dat was wel een duidelijk teken aan de wand van Nico. Dit wordt hem niet. Nico heeft uit het hele land al aanmeldingen gehad. Maar mensen uit Friesland, uit Almere, uit Ede, Amsterdam. Overal vandaan reageerden ze om de interesse te tonen. En eventueel lid te worden van het koor. In Monster vonden we alvast veel potentiële leden. Oh ja, Lele. Ik voel me plotseling zo. Oh ja, Lele. Doe het nog één keer zo. Oh ja, Lele. Zing met me mee. Oh ja, oh jee. Twee aan de haven, daar woont een meisje. Verder weet ik het niet. In principe op maandag 8 juni om 8 uur heb ik een startbijeenkomst gepland. En dan hoop ik dat daar natuurlijk 20, 30, 40 man komt. En vrouwen en kinderen en volwassenen. Dan heb je natuurlijk een basis om verder te gaan. Dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen zo blij en tevreden. Zo is het goed. En tevreden, zo is het goed.